Verontwaardigde reacties op weer een kledingruil bij Defensie. Vandaag staat in de Telegraaf het verhaal over leven op de pof. Zeker 1000 militairen die gaan binnenkort op een NAVO-oefening naar ijskoud Noorwegen. En ze moeten hun winterjassen zelf kopen, terwijl het gewoon een jaar bekend is dat die missie eraan komt. Ze kunnen het bonnetje dan wel declareren. Maar Olof van Jolen, de schrijver van het stuk, het oogt allemaal wel heel amateuristisch. Hoe kan dit gebeuren? Ja, dat is nog een beetje onduidelijk. Maar waar het in ieder geval op lijkt, is dat het, dat het niet helemaal goed gegaan is bij de kledingleverancier intern van Defensie. He, alles wat Defensie onder zijn mensen verdeelt, wordt intern, noemen ze, verworven. He, of het nou een winterjas is, of een tank, of een wapen. En ergens is het hier niet goed gegaan. Dan hebben ze gezegd, we moesten heel snel heel veel van dat soort spullen bestellen. Veel meer dan we gewend waren over de afgelopen jaren. Ja, en dat is misgegaan. Ja, dat is dan het logistieke verhaal en de verklaring. Maar het is toch onbestaanbaar dat je een jaar weet dat je op missie gaat, notabene naar Noorwegen, waar het min 27 graden kan worden, geloof ik al. En dat die jassen gewoon niet geregeld zijn. Nee, nou ja, dat is ook het gevoel binnen de eenheid. Hè. Wij werden getipt door mensen van binnen een van de betrokken eenheden. En die zeiden, we schamen ons kapot. Moet je je voorstellen, dan moet je eerst dus om 1000 euro gaan vragen. Ja. Dat kan nu voorgeschoten worden door de werkgever. Maar een van de jongens die vertelde, ik heb mijn vader om 1000 euro moeten lenen, want ik had het niet. En dan moet je met je collega's naar de Bever of naar de Perry of naar een buitensportwinkel om dat maar te gaan kopen. En hij zei, ik schaam me kapot. We zijn toch een professionele organisatie. Daar ga je toch niet op zo'n manier moeten hoeven winkelen. Nee, en het is volgens mij een internationale oefening ook, hè, van de NAVO daar in Noorwegen. Maar hebben dan die Nederlandse militairen gewoon allemaal andere jassen aan? Nou, het gaat niet zozeer om de jas, het gaat meer om onderkleding. Oh. Het gaat om de jas die je onder je jas hebt zitten. He, we hebben het inderdaad over ijskoude omstandigheden, dik min 20. Dus daar moet je goed op voorbereid zijn. Dan heb je het over onderkleding, heb je het over speciale handschoenen, andere laarzen of overlaarzen. Daar is wel van gezegd, van, nou, koop ze nou in het groen, het zwart of in het bruin. Dat het niet al te veel afsteekt tegen de rest van je tenue. Maar ja, dan nog, dit is niet zoals je wil dat het gaat binnen een defensieorganisatie. Ongelooflijk knullig. Ik stipte het al even aan. De reacties, hoe zijn die verder? Ja, dat was al vernietigend toen we op achtergrondbasis spraken. Maar degene die er voor mij echt uitspringt is de reactie van de vakbond AFNP. Een van de grootste bonden. Mm-hmm. Die namen contact op naar aanleiding van dit verhaal. En die zeiden van, joh, het is extra pijnlijk. We hebben hiervoor gewaarschuwd in mei. Toen zijn de vakbondsvoorzitters zijn in Litouwen geweest. Daar zit ook een flinke club Nederlanders nu. Die daar vast zit voor een aantal maanden. Is het ook ontzettend koud. En ze zeiden van, we hebben gehoord van mensen toen dat er problemen zijn geweest afgelopen winter. Vanwege niet goede kleding, bevroren handen, bevroren voeten. We hebben dat toen aangekaart bij Defensie. Van, jongens, gaat dat goed komen deze keer? Het antwoord luidde, nee, komt helemaal goed. Ja, zei ze, als je dan dus nu zo kort voor die NAVO-oefening ziet dat het dus helemaal niet goed gekomen is. Daar reageert zo'n vakbond heel boos op. En dan wordt er met name gewezen naar die leverancier zelf. Hè? Dit mag niet meer gebeuren. Hoe gaan ze die procedures nu versnellen? Zeggen ze de samenwerking met die leverancier op? Nee, maar leverancier moet je zien. Kijk, interne leverancier. Dat heet de KPU binnen Defensie. Mm-hmm. Dat is gewoon een intern logistieke bedrijf wat dit allemaal moet inkopen en verdelen en regelen. Ja. Waar het hem vooral op zit, lijkt het, is dat aan de ene kant gaat dit om een hoop geld, dus het moet worden aanbesteed. Nou, aanbestedingen hebben het trieste eigenschap dat het niet zo hard gaat. Daarnaast, en dat is ook door de commandant der strijdkrachten eerder al aangegeven, heeft Defensie in de loop der jaren, omdat er zo weinig geld was, regeltje op regeltje op regeltje gestapeld om maar proberen dingen zo goed mogelijk, zo netjes mogelijk te doen. Het probleem is een beetje dat al die regeltjes ervoor zorgen, als je inderdaad 1000 winterjassen nodig hebt of 1000 onderjassen, je weet dat je die over een jaar moet hebben. Ja, dan zou jij denken van, dat is een appeltje eitje, dat moet makkelijk kunnen. Maar als je maar genoeg regeltjes hebt, dan kan dat plotseling iets heel ingewikkelds worden. Ja, maar Olof, ik snap het allemaal wel, hoor, dit verhaal met die aanbestedingen en zo. Maar het is net alsof je tegen een arts zegt van, nou, je operatieapparatuur, dan moet je allemaal maar zelf even voorschieten. Of tegen een journalist van, regel je pen of je laptop maar zelf. Dit kan toch niet? Ja, dat is ook het overheersende sentiment binnen die defensieorganisatie. En dit maakt mensen ook zo boos. Ze zeggen van, als het al niet lukt om mij de goede schoenen of de juiste jas of wat dan ook te geven. Ja, waar hebben we het dan over? En het is ook een duidelijk punt wat elke keer terugkomt.
Vorige week heeft de commandant strijdkrachten in zijn weblog hier ook nog op ingegaan. Hij heeft trots gezegd, we hebben nu een nieuwe app. Waar kan je over de hele wereld kan je kleding mee bestellen. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar het probleem is een beetje, als je via die app een berichtje stuurt en dat eindigt bij een magazijn waar de planken leeg zijn. Dan is dat niet best. Dus het is een heel serieus probleem. En dat weet Defensie ook. Hè? Want met name nu er extra geld is, 1,2 miljard. Ja. Hartstikke leuk. Maar dat geld moet je wel besteed zien te krijgen. En dat is echt een groot probleem om op tijd de goede spullen te kunnen krijgen. Ja, maar in dit geval, dat kledingdossier is natuurlijk extra pijnlijk. Hè? Iedereen zal snappen dat als jij hele zeldzame onderdelen voor een straaljager moet hebben, dat even kost. Maar ja, dat je niet iets op de plank kan krijgen wat wel om de hoek bij de buitensportwinkel ligt, ja, dat valt niet te verkopen. En wat gewoon hartstikke hard nodig is om goed je werk te kunnen uitoefenen. Nog even heel kort, Olof. Want Thierry Baudet van de Forum Democratie, die stond ook al een tijd terug, ook met aftandse kleding eigenlijk van Defensie. Want het is al wel een probleem wat echt lang speelt, hè? Ja, kijk, je moet het een beetje op twee manieren tegenaan kijken. Ja, het speelt lang. Maar het is ook wel een beetje zo dat er dat wat er ook aangeboden is, het is altijd voer voor discussie. Bijvoorbeeld in Afghanistan was er een hele discussie over de schoenen. Toen kwam er op een gegeven moment uit van het moeten en zullen schoenen van merk X worden. Mm-hmm. Nou, toen werden die gekocht. En vervolgens kwam er weer kritiek. Ja, maar eigenlijk die schoenen van merk X zijn toch weer niet goed. Dus het is een issue. Een van de manieren waarop ze het opgelost willen zien is door een soort persoonlijk budget te creëren. Waardoor je kan zeggen, nou prima, je mag uit 5 verschillende schoenen kiezen. Dan zit er altijd wel eentje tussen die jij prettig vindt en die je goed vindt. Ja. Maar, en dat is nog een element wat een beetje onderbelicht is gebleven. Dat komt ook in de reacties terug. Als er nu spullen gaan worden gekocht bij de winkel op de hoek, weten we wel zeker dat die veilig zijn. Ja, ook dat nog. Want kijk, bedoel, het is iets anders of jij gaat kamperen in de Achterhoeken en lekker warm wil hebben. Of dat jij onder militaire omstandigheden moet overnachten in een polaire situatie. Dan heb je het bijvoorbeeld over brandveiligheid. En al dat soort zaken, dat is misschien wel het ergste element hiervan. Hoe weten ze nu zeker dat wat er gekocht wordt, dat voldoet aan de standaards die Defensie stelt als spullen? Oké, dus dit kan niet zo doorgaan concreet. Misschien zelfs met politieke vragen die er nog komen. Hoe gaat dit nu opgelost worden? Nou ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat opnieuw enorm de druk zet op de inkooporganisatie van Defensie. En het zal opnieuw een keer weer duidelijk maken dat er echt gas moet worden gegeven op dit soort zaken. Dat dit gewoon op orde moet zijn. Dus ik denk dat dat weer wederom een soort wake-up call zal zijn. Ja, en hopelijk lukt het ze dan om door de regeltjes brei heen te breken. Ja. En ondertussen zijn ze bij de Bever blij, want dan verkopen ze nog wat extra winterkleding aan Duitse militairen. Nou, we zagen al verschijnen bij een gespecialiseerde handel waar vaak militairen voor wat kleinere spulletjes winkelen. Winterpakketten aangeboden aan €1000 per stuk. Dus iemand heeft hier inderdaad alvast een gat in de markt gezien. En nou, daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in. Oké, Olof Viola, houd het in de gaten. Dankjewel.